net een haas geschoten en hij ging mooi over de kop. Ik dacht, nou heb ik hem. En hij staat weer op en hij rent weer weg. Ja, dat is wat je niet wilt. Je wilt niet aan het eind van de dag dat je op een haas of een ander dier geschoten hebt en dat hij geraakt is door een paar korrels en dat hij daar toch vandoor gaat en dat zijn hond hem niet gevonden heeft en jezelf ook niet. Dat is heel vervelend. Daar hou je een nagevoel aan over. Hij kan naar binnen niet meer lopen. Laat ik één ding duidelijk stellen. Als je plezier beleeft aan het doodschieten van dieren, dan moet je naar een psychiater. Een jager is een echte natuurliefhebber, maar een echte, een praktische. Ja, ik ben ermee opgegroeid in de natuur op het platteland. En ja, als jochie wel eens stiekem wat gestroopt. En ja, je bent een deel van de natuur en je houdt ervan. En ja, het hoort erbij. Het is nuttig, noodzakelijk en normaal.